Het aantal jongeren dat vroegtijdig de school verlaat moet drastisch naar beneden. Want het gaat voor hen ook, heb ik toegang tot de samenleving? Kan ik gewoon mijn leven beginnen? En verder, Reinier van Arkel breidt mogelijkheden voor psychische hulp aan jeugd uit. En bomenaanplant in Den Hoek in Helvoort wordt uitgesteld. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. In het schooljaar 2021-2022 waren er meer dan 30.000 voortijdig schoolverlaters. Een nieuw landelijk actieplan moet het aantal jongeren tussen de 12 en 23 dat zonder diploma school verlaat, terugdringen. Demissionair minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs bezocht het Koning Willem I-college tijdens de aftrap. We zien helaas dat het afgelopen jaar het aantal schoolverlaters is toegenomen. Het was hele lange tijd was dat stabiel en daar maken we ons zorgen over. Een volle zaal in het Koning Willem I-college waar woensdag de aftrap was van een nieuw landelijk actieplan om het aantal voortijdig schoolverlaters die zonder diploma de arbeidsmarkt op moeten terug te dringen. Van de 30.000 schoolverlaters zaten er in het schooljaar 2021-2022 meer dan 25.000 op het mbo. En daar maken we ons zorgen over. We weten ook niet precies waar het door komt. Heeft het te maken met corona? Vast. Heeft het te maken dat er grote arbeidsmarkttekorten zijn? Vast. Maar het is eigenlijk onacceptabel dat we toch jongeren hebben die zonder diploma, zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Want uiteindelijk zijn ze daar heel erg kwetsbaar. Je komt ze tegen op het verkeerde studiekeuzeproblematiek. Je ziet ook heel veel mentale problemen. Jongeren die het toch niet allemaal meer kunnen voldoen wat er eigenlijk van hen verwacht wordt. Er sprake van schuldenproblematiek, problemen thuis, verslavingsproblematiek. Ja, het is heel breed. De Rijksoverheid stelt jaarlijks bijna 50 miljoen euro beschikbaar voor het regionale VSV-programma. Gemeenten krijgen daar 19,2 miljoen van en mbo-scholen ruim 30 miljoen. Ja, wat wordt er precies met het geld gedaan? Dat is heel breed natuurlijk, hè? Want het onderwijs krijgt geld van het ministerie. Wij als gemeente krijgen geld van het ministerie. En we proberen eigenlijk met elkaar een netwerk te vormen dat ervoor zorgt dat elk kind, elke jongere een kansrijke toekomst heeft. Het belangrijkste is dat we de middelen eigenlijk samenbrengen en samen gaan kijken wat het beste is en wat de beste aanpak is om ervoor te zorgen dat iedereen een kansrijke toekomst heeft. In dit actieplan moeten scholen en gemeenten samen gaan werken. Jongeren moeten bijvoorbeeld meer begeleiding krijgen bij het maken van een goede studiekeuze. En ook moet er meer hulp geboden worden na schooluitval. Het is een maatschappelijke opgave die we hebben. En die maatschappelijke opgave die geldt voor ons als gemeente, die geldt voor onderwijsinstellingen, maar die geldt zeker ook voor werkgevers hier in de regio. En we proberen juist met die werkgevers samen te kijken naar oplossingen. Nou, ik denk dat vroegsignalering hier het toverwoord is. Dat is ook dus belangrijk voor een coach, voor school, om op te merken wanneer gaat het niet goed met een leerling. Dus het is belangrijk om de leerling aan tafel te krijgen, het gesprek aan te gaan, ouders daarbij te betrekken en door vraagverheldering daar te komen. Wat is er aan de hand? Wat heb jij nodig om school weer op te gaan pakken op een goede manier? En het bijzondere is dat we op deze manier echt het verschil maken voor jongeren. Want het gaat voor hen ook, heb ik toegang tot de samenleving? Kan ik gewoon mijn leven beginnen? En dat is een hele grote opdracht. En ik denk ook dat we als samenleving ook zeggen van ja, het is gewoon niet acceptabel dat mensen buiten de boot vallen. En de Rijksoverheid hoopt dat het aantal voortijdig schoolverlaters in 2026 is gedaald tot 18.000. De bomen die de gemeente Vught van plan was om te planten in de nieuwbouwwijk Den Hoek in Helvoort, die laten nog even op zich wachten. Tijdens een inloopavond bleken toekomstige bewoners van de wijk enigszins verrast over de beoogde locatie van de bomen. Wethouder Vos schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er een nieuw onderzoek komt naar waar de bomen dan wel moeten staan. De meningen van bewoners wordt daarin meegenomen. De wethouder verwacht dat de bomen nog voor het begin van het voorjaar geplant zullen worden. Vughtenaren krijgen vanaf februari volgend jaar nog een container op de stoep. En wel voor papier. Dat heeft de gemeente besloten na een pilot met papiercontainers in Helvoort. Dat was volgens de gemeente een groot succes. Eerder werd papier in Vught en Kromvoort nog in losse kartonnen dozen ingezameld. Voortaan wordt het oud papier geleegd uit mini-containers. Die krijgen alle inwoners in januari van de gemeente.
ook de inwoners van Helvoort. Zij krijgen een kleinere container dan ze nu hebben. Al jaren kampt de zorgsector met lange wachtlijsten. Dat geldt ook voor de jeugdzorg. Ondanks de hoge uitstroom van personeel neemt het aantal werknemers voorzichtig toe. Het geeft Reinier van Arkel de mogelijkheid om het aanbod psychische hulp voor de jeugd uit te breiden. Ik spreek ook regelmatig ouders die zeggen, ja, oh, als ik dit vroeger had gehad, dan was het later echt wel een stuk makkelijker gegaan. 2 jaar geleden opent er in de San Salvatorkerk op Orte een gezondheidscentrum. De voormalige kerk biedt onderdak aan verschillende zorgaanbieders, waaronder Ipse, een onderdeel van Reinier van Arkel. Het aanbod van psychologische hulp voor jeugd is er nu uitgebreid. Maar wat daaronder valt zijn onder andere stemmingsproblemen, enkelvoudige trauma's, ADHD, autisme en ook zelfbeeldproblematiek. Maar ook angsten, daarvoor kunnen zij hier terecht. En ook als ouders en jongere kinderen ingewikkeldheden ervaren met elkaar, door psychische klachten, kunnen ze ook hier terecht. En dan zou je aan kunnen denken mensen die bijvoorbeeld nog niet eerder echt hulp hebben gehad of waar er niet zoveel speelt dat we denken dat we daar veel langer dan 10 tot 12 sessies eigenlijk voor nodig hebben. Nou, we krijgen verwijzingen van de gemeente en van de huisarts. En we onderzoeken dan van die verwijzingen, kijken oké, past dit binnen de basis GGZ of binnen de specialist GGZ? Op het moment dat wij denken dit past binnen de basis GGZ, dan nodigen we ouders en kind uit op intake. En vanuit die intake dan stellen we allerlei vragen. En dan nemen we de beslissing, oké, dit is inderdaad echt iets voor de basis GGZ of daar moet toch wat anders in, bijvoorbeeld jeugdzorg of specialist GGZ. We hebben contact ook met de specialistische GGZ, waar we dan soms ook kijken van wat past beter. Maar dat gebeurt ook in een screeningsteam hier. En inmiddels, door ook ervaring, kan ook steeds beter ingeschat worden. Dus soms wordt van tevoren ook even gebeld met een cliënt om te kijken van, wat speelt er nou precies en waar ben jij het best op je plek? Met de lange wachtlijsten in de zorg denkt Ipse dat het extra aanbod als geroepen komt. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat op het moment dat iemand niet lekker in zijn vel zit en daar voor zichzelf mee blijft rondlopen en er niet over praat, of omdat hij niet in een veilige omgeving zit waar hij zijn verhaal kwijt kan, of gewoon omdat dat toch spannend is om dat bij een bekende te doen, dan kan dat van binnen gaan groeien en gaan groter worden en kunnen klachten ook alleen maar erger worden. Aangezien Ipse voor jeugd net haar deuren opent, is er hier in ieder geval geen sprake van een wachtlijst. En kinderen vanaf 4 jaar kunnen met het gezin in behandeling. Het weer dan nog. Het was woensdag grotendeels bewolkt met af en toe wat regen. Maar de zon liet zich ook nog zien. Het werd 5 graden en de komende dagen wordt het een stuk kouder, met temperaturen overdag van net boven nul. Er is weinig wind en het blijft waarschijnlijk ook droog. Heeft u dan nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. En dit was het, maar meer nieuws, zoals over vragen die de Heusdense CDA-fractie heeft gesteld over de nieuwe look van sportschaal De Vennen in Drunen, dat leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.